Vandaag is het woensdag. We zijn hier in onze kamer lekker aan het werken. En wij hebben zometeen onze groepstraining. Elke avond op woensdag hebben wij onze groepstraining. Wat gaan we vandaag doen, Jan? Vanavond gaan we de handstand doen en de muscle up. Het is februari, een nieuwe maand. En deze maand gaan wij een soort van cursus doen. Namelijk de muscle up en de handstand gaan we elke week doen. En gaan we bij de mensen kijken of ze daadwerkelijk vooruit gaan. We gaan een heleboel verschillende oefeningen doen. Dus ja, dat is eigenlijk wat we deze maand gaan doen. Laten we zo meteen ook wel een aantal beelden zien van de groepstraining. Dus wij gaan ons nu voorbereiden en dan zien we jullie daar. Yes. Dus je moet durven om hard genoeg omhoog te kunnen springen. Zodat je daarna 5 op de benen kunt landen. Level 2 is assisted. En zodra je dat 5 seconden los kan, dan is het tijd voor level 3. Daar probeer je gewoon helemaal zelf. Lekker slim, netjes. What's up guys, het is vandaag vrijdag, einde van de week. We hebben weer lekker gewerkt deze week. Zoals in de vorige vlog gaven we aan dat we bezig waren met het vertalen van de website. De website is eindelijk helemaal vertaald, dus die is volgende week staat die online. Jannik was bezig met een video, toch? Ja man, we zijn bezig geweest met een transformatievideo bedoel ik. Een body transformation video, dus echt vanaf het begin, vanaf toen wij nog jong waren, tot nu. Die hebben we net afgerond en die gaat zondag online. En tegen de tijd dat je deze video kijkt, dan staat die dus al online. Het is echt een super vette video. Laat heel even de complete transformatie zien met alle foto's. Het hele plaatje. Het hele plaatje. Dus hier zie je vanaf 2007 nog kleine kindjes tot eigenlijk ja, 2018. Dus ik zou zeggen, check vooral die video. Ik zal even de link in de beschrijving zetten. En de reden waarom wij deze video nou maken, wat wij ook met onze video's willen delen, zit natuurlijk altijd een boodschap achter, is dat je met calisthenics ook een goed lichaam kan krijgen. Je hoeft niet per se naar de gym, je hoeft niet met gewichten te trainen. Je kan ook thuis heel veel doen met je eigen lichaamsgewicht. Dus dat is het onderwerp van deze video en wat we willen meegeven. Ja, precies. We zijn dus net klaar met werken hier en wij gaan zo meteen weer sporten. Vrijdagmiddag, tijd om te knallen, goed het weekend in te luiden. En we gaan sporten samen met Kian. Oké, jongens, we zijn hier nou in de sporthal aangekomen. Hier achterin, Jannik is er, Kian is er ook. Wat is dat, maat? Vandaag gaan we samen met Kian trainen. Ja, man. 15 jaar, toch? Ja, man. 15 jaar. En Jannik is een pakketjesman, zo te zien. Ja, we hebben dus gisteren een nieuwe lens besteld, want we hebben een nieuwe vloglens besteld. En die hebben we net ontvangen een kwartier geleden. Dus hij zit nog in de verpakking, dat gaan we nou even uitpakken. En daar staat nog een pakketje, vandaar. Nog een pakketje. Nog een pakketje, deze is niet voor ons. Deze is voor deze man hier, deze voor Kian. Kian. Ja, dankjewel. Zijn de paralettes toch? Ja, het zijn de paralettes. Super sick. Dus die gaan we vandaag ook even testen. Even kijken wat Kian ervan vindt. En dan gaan wij nu deze lens even plaatsen met de nieuwe vloglens. En dan gaan we daar de rest van de workout mee filmen. Want we willen natuurlijk testen hoe die lens is. Oké, jongens, zoals jullie zien zit de lens erop. Dit is een beetje een fisheye lens met een grote hoek. Je kan ons helemaal zien nu. Ja. Super chill. En ook Kian. Oh, ik zie je. Ook van ver af. Kan er zelf nog bij. Ja, met z'n drie, we kunnen er met z'n drieën ook op. Ja. Ik kan zelfs nog hier staan. Ja, ja. Ja, zelfs hier staan er nog op, ja. Dus dat is wel ideaal. Ja, precies. Ja. Dus wij gaan even opwarmen en dan gaan we zo meteen aan de slag met de training. Yes, let's go. Find me in
Bijna toch? Dat wel. Ja, ze voelen bijna hetzelfde dikke. Ja? Ja. Hetzelfde dikte als bij jou in de sportschool? Ja, ongeveer. Ja, ja. Ja, die Barmania die zijn ook veel, hè? Dit volgens mij ook. Oh, dit is best een goede, echt een hele goede grip onder. Ja. Ja, we hebben inderdaad die rubbertjes eronder gezet. Dat ze niet weggleed. Dat is echt chill. Dat is ongeveer bijna hetzelfde als zo'n bierpark. Ja, dat komt wel goed. Ja, top. Wedstrijden heb je al meegedaan, toch? Oh, 7 of zo, 7. 7 wedstrijden verschillende. In anderhalf jaar ongeveer, zoiets. Ja, en wat is je doel? Nou, binnen voor mijn 18e in de top 3 van Nederland komen. Ja, ja dat moet wel haalbaar zijn, denk ik, man. Ja, ik hoop het wel, ja. Man. Ja. Dat lijkt me echt sick. Oké, we zijn dus net klaar met de workout. Kian heeft wat vette shit gedaan, planche laten zien, frontlever. Ja. En, heb jij misschien nog tips voor een planche of een frontlever voor eigenlijk vooral voor beginners? Ja, als je een planche gaat doen, heel veel verschillende grepen. Als je hem gewoon als je het ook zo pakt of zo, of voor een keertje op een stang en je gaat naar voren leunen, kunt eigenlijk je hebt heel veel verschillende manieren. Je kunt ook wide doen, want als je normale planche kunt met normale grip, dan zul je geen wide kunnen. Dat is recht in de Maltese op aan gaan of diamond push-ups, want dan train je allemaal verschillende groepen spieren, zeg maar. Dus jij zegt eigenlijk tip 1, probeer zoveel mogelijk verschillende variaties. Ja, dus niet alleen maar de planche oefenen, probeer gewoon heel veel verschillende oefeningen te doen. Gewoon heel veel ook verschillende handhoudgrepen. En als je kijkt naar jouw favoriete oefening voor de planche, welke is dat dan? Favoriete oefening? Planche leans zijn dat toch wel, en met de pseudo push-ups. Als ik eerst maximaal pseudo push-ups ga doen, zijn we dat zo ver mogelijk naar voren leunen en dan push-ups gaan doen. En daarna op het einde nog lekker even zo max holden. En als je een planche doet of wilt trainen en je wilt een planche press doen of een planche push-up, als je een stick gebruikt, zeg maar, maakt niet uit welke, net waarbij je het beste kunt, nou, doe je stick om de middel heen, ga ergens staan, zet je handen rechter onder, zeg maar, dan heb je de stick, handen precies daaronder neerzetten, planche gaan doen, kan overal. Ja, oké. Sowieso toffe training. Dat was echt sick. En ja, je weet het, 15 jaar. We gaan nog veel van hem zien, denk ik, in de toekomst. Ja, hij heeft ook een transformatievideo, want je hebt ook een YouTube-account nou. Transformatievideo staat online, die gaan we ook even toevoegen in de beschrijving. Yes. Dus dan moet je die ook sowieso even checken, want ik heb hem zelf gezien. En ik vind hem echt fucking dope. Ja. En en de parallels heb je natuurlijk nou ook uitgetest. Wat vond je van de parallels? Ja, ik kan ze thuis superveel gebruiken, want voor de pierwar, je hebt gewoon, het is een totaal andere greep. Je kunt het op de grond kunnen, maar als je op de pierwar doet, is het gewoon weer totaal anders. En dit is gewoon zo fijn als je, zeg maar, iets op de pierwar wilt doen. Ja, dan kun je gewoon hiermee trainen, want een press hierop, die parallels, is anders. Want ja, dan kun je, zeg maar, beter op de pierbar, kun je dat dan ook beter gaan doen. Ja, precies. Als jouw doel is op de pierbar planche, kan je beter op de parallels oefenen. Ja. Ja. Kun je op de grond wel, maar dan is het daar is het wel iets makkelijker op. Maar het is toch anders. Ja. Oké. Oké, en mocht je nog zijn progressie willen volgen, volg hem dan ook even op YouTube en Instagram. Zullen we ook even in de beschrijving erbij zetten.
En ja, dat was het denk ik voor vandaag, of niet? Dat was echt sick. Ja, dat was hem. We gaan even al deze rotzooi, nee, rotzooi mag ik niet zeggen. Al deze mooie workout equipment gaan we even allemaal opruimen. En dan gaan wij hier het pand verlaten. Laters. Later. Oké, dames en heren. Ik ben nu onderweg om dit pakketje te gaan versturen. In dit pakketje zitten de Parallettes. En dit is trouwens de eerste keer dat ik met onze nieuwe lens aan het filmen ben. Buiten onze nieuwe vloglens, aangezien we nou wekelijkse vlogs gaan doen. En het is super chill, want je ziet op deze manier echt super veel van de omgeving. Ik vind het altijd fucking tof om met de Parallettes te mogen opsturen. Sowieso alleen al om het feit dat iemand deze Parallettes bij ons gekocht heeft. Dat hij sowieso al vertrouwen in ons heeft in dit product. Dat geeft me sowieso altijd al een goed gevoel. Daar zijn wij altijd super blij mee. En ten tweede ook omdat ik gewoon weet dat wij hier iemand heel blij mee gaan maken. Want tot nu toe zijn de reacties op de Parallettes echt super goed. Iedereen is positief over. Mensen ervaren snellere progressies met hun handstanden. En ze ervaren bijvoorbeeld ook minder pijn aan hun polsen. Omdat als je op de Parallettes traint, dan is de belasting wat minder groot dan wanneer je bijvoorbeeld een handstand op de grond doet. Dus dat is super chill. Daar is de plek waar ik de Parallettes ga afleveren. Dus dat ga ik nu doen. Mocht je ook interesse hebben in deze Parallettes, check dan even op onze website. Check de link in de beschrijving. En dan ga ik nou even deze Parallettes versturen. Hier leveren wij onze Parallettes altijd af. Wij leveren altijd zelf de Parallettes persoonlijk af en er zit ook altijd een persoonlijk bericht in de doos. Dus als je de Parallettes bestelt, krijg je ook een persoonlijk bericht van ons natuurlijk, aangezien wij het persoonlijk afleveren. Dus ik ga nu naar binnen en ga ik ze verzenden. Oké, jongens, dit was weer onze wekelijkse vlog. We hopen dat jullie de vlog leuk en interessant vonden om te kijken. We hebben een fantastisch weekend gehad bij Heartbase. Een heel tof feest. Het was wel een beetje laat geworden, ongeveer 8 uur 's ochtends. Normaal maken we het niet zo laat als we naar een feest gaan. We gaan ongeveer 1 keer in de 2 maanden naar zo'n groot feest. En we waren zelfs ook nog iemand tegengekomen die een programma bij ons volgt. Dat was super tof, Jurgen. Hij doet zelfs mee met de Transformatie Challenge. We hebben een beetje van hem gehoord hoe hij ervoor staat, wat zijn progressie is. Dus ik ben benieuwd waar hij aan het eind van de derde maand van maart zit. Ja, dus sowieso Jurgen, als je dit kijkt, was tof om je te ontmoeten. En succes met je programma en natuurlijk met de Transformatie Challenge. En als jij nou zelf ook naar feesten gaat, wij zijn benieuwd naar wat voor soort feest jij gaat en naar wat voor muziek je luistert. Dus laat het even weten in de comments. En wellicht komen we jou dan ook tegen op een festival in de komende zomer bijvoorbeeld. En ook niet te vergeten, de nieuwe video staat dus online. De transformatievideo, de body transformation video van ons. En in de volgende video gaan we eigenlijk uitleggen wat wij tijdens onze journey geleerd hebben. Over voeding hebben we natuurlijk veel geleerd, over in hoeverre je moet bulken, hoeveel je moet eten, hoeveel je niet moet eten. Dus in de volgende video gaan wij jullie uitleggen hoe wij eigenlijk onze calorieën berekenen, hoe wij onze macro's berekenen en wat eigenlijk goed is
voor calisthenics, een goed dieet voor calisthenics. Dus guys, dat was het voor deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet ook niet om je te abonneren op ons kanaal. Je kan hier rechts onderin klikken en dan zien we jou in de volgende video. Peace out guys. Peace out.